verontschuldigingen. Het ging even verkeerd, maar daar zijn we dan weer met het nieuws. De wijziging van de wet op de jaarrekening is gisteren aangenomen in de Nationale Assemblée met 26 stemmen voor en 12 tegen. Artikel 24 van deze wet is gewijzigd, waarbij is opgenomen dat grote rechtspersonen en organisaties van openbaar belang over het boekjaar 2020 de eerste jaarrekeningen dienen uit te brengen overeenkomstig de International Financial Reporting Standards, IFRS. De middelgrote en kleine rechtspersonen doen dat vanaf 2021. Volgens VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin probeert de regering met deze wet rechtszekerheid te creëren. Rechtszekerheid dat wanneer er een wet is, dat men als er verslaggeving conform een bepaalde methode gedaan moet worden, dan dienen de bedrijven zich eraan te houden. Wij hier in het parlement hebben juist waarbij het bedrijfsleven op een gegeven moment vroeg om verder uitstel na 2 jaar, wij hebben gezegd, une doing. We tanken op een wanjari. En daarmee leggen wij als parlement een druk op die op het bedrijfsleven om te voldoen aan de wettelijke regelingen. De NDP-fractie heeft tegen dit wetsvoorstel gestemd. NDP-parlementariër Stefan Tsang stelde dat de wet geen weergave is van transparantie en goed bestuur. En dat keer op keer al vanaf 2017 dezelfde argumenten worden aangehaald om zaken niet op orde te stellen. In 2017 is een zeer ruime graceperiode van 3 jaar gegeven en dan nog is het niet voldoende. In 2018 is de wet Chartered Accountants aangenomen omdat er werd gezegd dat er niet voldoende accountants zouden zijn. De enige reden, en dat blijkt uit de argumenten die sinds 2017 steeds worden aangedragen tot de dag van vandaag, een bijkomstigheid is COVID. Maar dat kan ook niet, want COVID is pas 13 maart 2020 in Suriname gekomen. We moeten echt ophouden met accommoderen van sponsoren, friends en family. Ik doe een beroep op uw college om niet te kiezen voor die enge belangen. Kiest u voor hervorming, transparantie, belang van land en volk. Ronnie Asabina van de BEP-fractie zei dat de uitvoerbaarheid van deze wet in het geding is. Bedrijven die vallen onder deze wet zullen bij de uitvoering daarvan problemen hebben. Wat ik voorstel, voorzitter, en misschien is het al te laat, maar wij van de BEP-fractie, wij kunnen onder geen enkel beding, voorzitter, meewerken aan de totstandkoming van deze wet. Uit onderzoek door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven blijkt dat de toepassing van IFRS met ingang van het boekjaar 2020 in de huidige macro-economische context bijzonder uitdagend is, omdat het overgrote deel van de rechtspersonen en organisaties in onvoldoende mate beschikt over kennis betreffende IFRS. En er is een gebrek aan capaciteit en financiën. Daarom besloot het parlement de overgangsregeling van de ontwerpwet voor de toepassing van de verslaggevingsstandaarden te wijzigen.